Nou, welkom bij Woodstock Vloeren. Daar zijn we weer. We maken weer een leuke video. En dit keer gaat het over betonvlek. Woodstock Vloeren maakt mooie vloeren. Wij maken ook constructieve vloeren. Constructieve betonvloeren. Constructieve sandcement dekvloeren. We staan hier eigenlijk op een schuimbetonvloer met een verdeling, met allemaal verdelingsbalken. En die vloer is eigenlijk vrij zwak. Nou, we hebben uiteindelijk een constructeur erbij gehaald. En de constructeur heeft gezegd dat we nou een 7 centimeter dikke sandcementvloer doen. Met een gewapende betonmat erin van rond 8-10 bij 10. Dan krijg je dus een hele sterke vloer op. Normaal gesproken stort je dat in een beton, maar je kan dat ook in een sandcement dekvloer doen. Daarmee creëer je eigenlijk zo weinig mogelijk scheurvorming en constructief een best wel een sterke vloer. Als je hier kijkt, in die mat te leggen, dan zie je die staven ijzer. En die staven ijzer, die leg je dan over elkaar heen, in kruislinks. En dan creëer je eigenlijk een hele goede constructieve vloer met betonijzer. Het is ook eigenlijk best wel handig als je ziet hoe hun dat doen. Hun zijn daar best wel goed in. We gaan eigenlijk beginnen met een betonmat. En aan het eind van het stuk wat ze overhouden, dan beginnen ze weer opnieuw mee. Daarna afwachten. Dat is eigenlijk dus wat je doet. Met het betonvlechten, betonijzer noemen ze het wel, betonmatten. Het ijzer, constructieve ijzer in beton. Ja, die heeft heel veel woorden gehoord, heel veel zinnen gehoord. Oh, wat ook nog wel leuk is, dit zijn mazen 10 bij 10. En waarom hebben we nou mazen 10 bij 10 genomen? Hier leg je heel makkelijk de vloerverwarming in. Dan heb je eigenlijk zo min mogelijk last met vloerverwarming. Dat zullen jullie ook nog zien, dan gaan we hier de vloerverwarming opleggen. Uiteindelijk de dekvloer. Dus dit is eigenlijk ook wel een heel leuk project. Dit project is naar Alkmaar, Kennemerstraten. Hier hebben we ook de magnetietvloeren gedaan. Hier hebben we de schuimbeton gedaan. Sandcementvloeren, vloerverwarming, evaliseren. Eigenlijk alles wat je maar met vloeren kan bedenken. Dat hebben we in dit project hebben we uitgevoerd. Eigenlijk het ijzer op elkaar. Dat wordt heel vaak gedaan met een draadje. Dat zie je hier. Als je heel goed inzoomt, dan zie je dat heel vaak. Hier zie je dat bijvoorbeeld. Kijk, hier heb je dan een stukje ijzerdraad. Dit ijzerdraad doen ze dan eromheen. En dan hebben ze eigenlijk een vlechtang. En dan draaien ze dat zo vast, zodat dit goed bij elkaar blijft. Ik heb hier een blokje, dat is wel leuk om te laten zien. En dat blokje, dat is ervoor om eigenlijk de afstand te creëren tussen de ondervloer en de bovenvloer. Want eigenlijk als de betonmat beneden legt, is het eigenlijk niet zo goed. Het mooiste is dat je echt een afstand creëert, zodat hier sandcement legt en dan de bovenkant. Dus dat is eigenlijk wat we eigenlijk doen. We willen de betonmat zo hoog mogelijk hebben, dan is je constructief sterk. Kijk, deze matje en deze gaat eronder. Die tuiven we eronder zo. En dan heb je eigenlijk die afstand gecreëerd tussen de ondervloer en de bovenvloer. Waardoor je eigenlijk een hele goede verhouding krijgt van je sandcement onder en erboven. Zeker nou allemaal uit de grond vandaan. Dat
meestal uit de vloer. Nou ja, we hebben hier een gele pijp. We hebben daar een eentje met een rood puntje. We hebben hier weer een witte. We hebben weer een witte. Nou, eigenlijk is deze vaak is geel is gas. Soms heb je een mantelpijp. Deze is dan een mantelpijp. Dit is water. En dit is ook water. Dus de een is dan vaak koud water. En de ander is warm water. Dat zie je hier ook in deze. Hier heb je eigenlijk een warm water. En dat is rood. En koud water. Dus hier komt de vloerverwarming verdeler. Worden hier weer op aangesloten. En wat ook leuk is om te vertellen. Kijk hier. Dit is de scheidingslijn. Dan hebben we hier van die puntjes gezet. Dan weet je precies wat nou bij welk appartement hoort. Kijk, het zou misschien leuk zijn als jullie een reactie hieronder zetten. Ja, wat jullie van onze video vinden. Abonnee. Ja, als jullie abonnee worden, vinden we altijd leuk. En ja, volg ons ook op onze andere kanalen. En ik zal zeggen tot de volgende video.